Eenzaamheid? Nee, dat ken ik niet. Het is zaterdagavond, familieavond bij mijn tante thuis. Ik zit op de bank met uh, allemaal familie en we kijken een leuke film. Mijn nichtje daarentegen zit helemaal aan het einde van de bank, gewoon op Instagram te scrollen. Later op de avond ga ik met haar mee naar de kamer en dan vertelt ze me dat ze laatst bij een uh, project op school werd buitengesloten en dat ze dat niet fijn vond. Toen ik haar vroeg of ze. Uh, hoe ik de wereld zo fleurrijk en vrolijk zie, ziet zij de wereld grijs en grauw. Toen ik haar vroeg of ze eenzaam was, zei ze: Nee, dat ken ik niet, eenzaamheid. Maar 78% van de jongeren vindt het een taboe om toe te geven dat ze zich eenzaam voelen, omdat ze de druk voelen om gelukkig te zijn in deze samenleving. 43% van de jongeren voelt zich uh, wel eens uh, eenzaam, minimaal één keer per week. Eenzaamheid onder de jongeren is een groot probleem dat nog niet uh, hard genoeg wordt aangepakt. Bij de ouderen wordt eenzaamheid daarentegen wel heel goed aangepakt. Er gaat jaarlijks zo'n 26 miljoen euro naar de ouderenzorg om uh, de eenzaamheid onder de ouderen te bestrijden. Bij de jongeren gebeurt dit niet. Uh, eenzaamheid leidt tot slaapproblemen, depressie, verslaving. Dit zijn hele ernstige gevolgen die jongeren kunnen ervaren. Als je. Wordt buitengesloten op de voetbalvereniging. of als je raar wordt aangekeken op straat. Om, door je kledingstijl. kan je je al heel snel eenzaam gaan voelen. Ik vind dat dit probleem moet worden tegengegaan. Want in mijn toekomstbeeld. is mijn nichtje niet meer eenzaam. ben ik niet eenzaam. en zijn alle jongeren om mij heen ook niet meer eenzaam. Uh, ook social media heeft een hele grote invloed. op het, van, uh, op het gevoel van eenzaamheid. Aangezien iedereen zo'n perfect leven leidt, uh, wil jij ook zo een leven gaan leiden. Maar dit is niet realistisch. Als wij dit uh, probleem, eenzaamheid onder jongeren, blijven ontkennen, ontnemen wij onszelf een mooie toekomst. Dank u wel.